eigenaren van zaken in winkelcentrum Malden hebben voor de promotax gestemd. Meer dan 2/3 van de 55 winkeliers is voorstander van het invoeren van de belasting door de gemeente Heumen. De tax zorgt er vanaf volgend jaar voor dat alle winkeliers meebetalen aan acties die tot doel hebben het winkelend publiek naar het hart van Malden te trekken. De gemeente Heumen schenkt de opbrengst aan de stichting Winkelcentrum Malden. NEC en de gemeente Nijmegen zijn een stap dichter bij een akkoord over de verkoop van het Goffertstadion. De club heeft een bod neergelegd dat dicht in de buurt komt van de vraagprijs. Club en de gemeente zijn al lange tijd in gesprek over de verkoop van het stadion. NEC wil het complex moderniseren en voorkomen dat het langer de hoge huur moet ophoesten. De vraagprijs van de gemeente zou iets meer dan 8 miljoen bedragen. NEC vond dat lang te hoog, maar gaat nu toch dichter bij dat bedrag zitten. NEC is niet beschikbaar voor een reactie.